Goedendag, na een aantal regenachtige en bewolkte dagen is het vandaag toch echt wel heel ander weer in het land. De zon scheen zomaar en we zagen ook een mooie zonsopkomst, zoals hier achter me. Het is toch wel weer even geleden dat we de zon zagen. En ook op de satelliet zien we Nederland mooi terug. Nederland grotendeels vrij van wolk, alleen de Wadden en Limburg heeft nog wat te maken met bewolking. Maar het blijft de rest van de dag best wel vriendelijk en zonnig weer in een groot deel van het land. Wel is het echt tijdelijk, want boven de Noordzee zien we een aantal ja, toch wel een aantal witte plukken terug met winterse buien. En die winterse buien die bereiken vanavond ons land. Ik zei het dus al, vandaag dus echt wel even vriendelijk weer. Met geen, of ne geen neerslag en veel ruimte voor de zon. Maar het is wel een vrij frisse dag. De temperatuur ligt zo tussen de 2 en de 5 graden. Maar vanavond komen dus die buien erin vanuit het noorden en vooral landinwaarts kunnen dat buien zijn met sneeuw. Dan kan er regionaal best wel eens een laagje sneeuw gaan vallen. Grootste kansen op vooral in Drenthe, Overijssel en Gelderland. Maar aan de kust blijft het een stukje milder, waardoor daar vooral vloeibare neerslag valt. Ook morgen overdag en morgenavond een aantal winterse buien. Maar in de nacht naar donderdag klaart het toch wel weer breed op. En dan koelt het hard af naar waarden zo rond de min 4 of min 5 graden in het binnenland. Dus het wordt al wel echt even koud, winterweer. Eerst vanavond dus nog die winterse buien die komen er vanuit het noorden in. Aan de kust is het veelal vloeibare neerslag, al kan er ook wat koolhagel tussen zitten. Maar eenmaal het land op waar het kouder is, gaat de neerslag snel over in natte sneeuw en sneeuw. En dan kan er vooral in dit gebied her en der regionaal wel eens een laagje sneeuw vallen. Dus dan wordt het even wit. Wel is het zo dat in de nacht de temperatuur wat verder oploopt en dat het dus ook wat zachter wordt. Maar met temperaturen rond het vriespunt blijven die buien in het binnenland een winters karakter houden. Ook trekken die buien wat verder zuidwaarts en kan het ook wel eens wat wit of wittig worden in Limburg of Brabant. Aan de kust dus een stukje zachter en daar veel vloeibare neerslag. Ook morgen hebben we met die winterse buien te maken. Het zijn wel wat minder buien dan vandaag, en er zullen ook wel wat drogere perioden tussen zitten. Temperatuur ligt zo tussen de 1 graden in het oosten en 5 in het zuidwesten, en dat is toch wel aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Ook de rest van de week blijft het vrij koud, vooral de donderdag en de vrijdag. Als de wind naar het oosten draait en koude lucht vanuit Duitsland het land bereikt, dan kan het in het oosten van het land zomaar eens onder nul blijven, ook op de vrijdag. Wel krijgt de zon het af en toe flink moeilijk, want er ontstaat mist en lage bewolking. En ja, dan is het even de vraag hoe snel dat oplost. Het blijft wel op beide dagen droog. Al kan er in Zeeland misschien vrijdag een enkele bui vallen. Tijdens het weekend neemt de kans op een enkele bui verder toe. En bij temperaturen overdag net iets boven nul, kan het dus ook winterse neerslag zijn. En in de pluim zien we dat koudere weer ook mooi terug. Tot aan maandag of dinsdag blijft het dus vrij winters met tijdens de nachten vorst en overdag veelal rond of boven nul. Maar ja, verder in de pluim zien we toch iets van een toename voor wat zachter weer. Tot de volgende keer.